pak hem zo op. Ik klap hem. Het ging wat. Ik zag niet wat het was. Het ging wel wat. Iets voor jou, die auto? Ja, je weet waar ik in rij. Ik prefereer iets sportievers. Wat heb je in je handen, jongens? Een stinkende ringslang. Oh. Hij scheidt je helemaal onder. Fok een beest. Hij beet zelfs. Oh, wat een lucht, hè? Deo gaat niet meer helpen. Ik zit hier bij RUM-TV en naast ons staat verslaggever Joris. Joris, wat vind je van het Albatros-probleem? Ja hoor. En oppassen voor trouwens de rugstreepjes. Ja, oei. Ja, dat zie ik amper. Ik zie er maar één. Helemaal achteraan heb je dat stamje uit het water, zijn er twee. Dan ga je naar die grote stam in het water. In het begin zitten we er op drie. Dat is vijf. Die ene hoger is 6, de zakken 7, 8, 9, 10. En dan helemaal bij het riet, hier helemaal vooraan zit er nog eentje, 11. Zie je, moet je haar op zijn rug zien, joh. Hij is wel pist. Ja? Nou, hij kan best geraakt zijn, hoor, ja, als je het niet ziet. Hij is een beetje. En uiteraard geen druppelse barbecue zonder bananen met rum. Rare jongens die. Druffels mee dillen, putten. Ik heb er nooit van gehoord. Bananen is een bouwtje. Oh jongen, je weet dat je mis aan me bent.
Dit is een diepe put in een meertje, vlakbij de D44, iets ten noorden van Rosnay. Waar het voor dient is het niet duidelijk, maar er zitten heel veel kikkers. In ieder geval 9 in deze diepe put. Heel